Premier Rutte kwam afgelopen weekend met een nieuwe konijn uit de PVV-hoed. Een deal met Tunesië, voorzitter. U weet wel, het land geleid door president Saïd, eigenlijk een zuivere geestverwant van de heer Markezor, want hij bezigt de omvolkingstheorie. Zwarte migranten zouden Tunesië willen overnemen en hij geeft daarmee groen licht voor racistische lynchpartijen tegen zwarte mensen, voorzitter. Vertelt u mij, is dit een land, een leider waar je een deal mee moet zaken? Meneer Kuzu, een momentje, u adresseert de heer Markezor natuurlijk vrij... U heeft genoeg ervaring om te weten dat ik nu meneer Markezor even de kans moet geven. Maar wilt u het kort houden? Want... Heel kort, een aantal dingen helemaal geen geestverwant. De PVV wil een asielstop, geen deals met vieze dictators. Zoals die dictator daar in Tunesië. Die inderdaad verschrikkelijke racistische dingen heeft gezegd. Onder andere ook om de islam zuiver te houden daar. En dat is toch iets wat de heer Kuzu zou moeten aanspreken. En zeker niet mij. Ja, voorzitter, u begrijpt natuurlijk dat ik hier ook op moet reageren. Kijk nou, geestverwant in de zin... dat de man een aanhanger is van de omvolkingstheorie. En als ik noem maar één voorbeeld, voorzitter. Het was een Kamerlid, de voorganger van de heer Markezor in deze Kamer, die het had over een omvolkingspact. Als ik een tweede voorbeeld moet geven, een statenlid van de PVV in Overijssel, die het heeft over stop de omvolking van Overijssel. Ja. Nou, in die zin bedoel ik dat de heer Saïd, president van Tunesië, een zuivere geestverwant is van de heer Markezor. Ja, maar...